from Charlie's Angel Tarot, and this is Wendy, my long friend, the witch, the Dutch witch. Hi, she's everybody. Also, and she's going to explain to us what witches do and are, and why they are called witches, and what is the difference between a witch or a homeopathist and other natural healers. We're going to discuss today, the Witch's Oracle Deck from Shiver, the Red Feather, the publisher. I will leave the IBSN number below. Hallo iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot en leuk om met Wendy samen de heks, de Nederlandse heks, te werken. Vandaag gaan we de orakel, de heksenorakel, bespreken. Wat doen heksen en wat is het verschil tussen een homeopaat of andere natuurlijke genezers? Ik kom zo meteen terug op de kaarten en op de rest wat je krijgt als je dit deck koopt. Je kan ook dit deck opnieuw zien op Charlie's Angel Tarot in YouTube en onder de afspeellijsten de heksenorakel. Oké, hi Wendy, en hoe gaat ie met jou? Ja, goed. Dankjewel, Charlotte. Ja, het gaat goed met mij. Ja, en leuk dat we samen zo bezig zijn. Ja, nou, ik ga me even voorstellen. Ik ben Wendy, ik ben 42 jaar en ik woon in het noorden van Nederland in plaatsje Pornhorn. I didn't get that one, but Wendy is 42 years old and she lives in the north of Holland, quite a few hours away from me. And she's a mum of two gorgeous boys. Yes. Yeah. So we will be chopping and changing in English and in Dutch because YouTube cannot translate Dutch and then English. So that's why I will do the translation. Okay, Wendy, thank you very much for doing this with me, do this collaboration. Dankjewel om samen te werken met me. Leuk, spannend, na al die jaren. Ja, leuk. Je krijgt een mooi doosje en het is echt luxe uitgevoerd. De heksen natuurlijk zwart. Ah. Ja. En dan open je het op en dan heb je het ook met lintjes. You've got it with ribbons. It's really a luxurious box and it's closes with a magnet. Then you also get a book which describes each card. It's got also an index. It also explains how the cards are made. But like I said, you can see this in the review. Net zoals ik zei, je kan dit ook terugvinden in de video die ik gemaakt heb over de kaarten. Wij gaan hier alleen de kaarten discussiëren van wat zijn de tekens. We will be discussing the cards. What are the signs? What do the signs mean? The first card we're going to show is the Ankh. Then you've got the history, the meaning, and which stone you can use, and the incantation. Okay, Wendy, you can start with the first card. What does it mean? Wat betekent de eerste kaart? De eerste kaart betekent de Ankh. De Ankh staat voor een stukje standvastigheid, voor ook wel weer een stukje loslaten. Maar het is een kaart die eigenlijk heel belangrijk is voor sowieso voor alle mensen eigenlijk. Het is iets voor jezelf, diepgaande naar jezelf toe te komen, om je te verankeren als het ware. Een beetje te lang, sorry. Heb ik nou al opgenomen? Nou ja, ik ben opgenomen, sorry. The Ankh is very important for everybody. It is also to release. It's also to come into yourself, your own power. Ja, het is om te verankeren, zeg maar, met de aarde en je zijn, je eigen zijn. Dat is gewoon heel belangrijk met deze kaart. It is very important, this Ankh, because it's also anchoring yourself to Mother Earth, grounding yourself. Ja, het is eigenlijk een bescherming, hè? Een beschermingsteken voor jezelf, maar ook voor een ander om je heen, om jezelf te beschermen, voor jezelf, maar ook tegen een ander.
It is to protect yourself also against negative people and negative things. The Ankh is also a good luck symbol. It does come from the Egyptians. The Egyptians used to wear it. It was like an amulet. Okay, well, what do you agree with the meaning? I will read the meaning in English and I'll try to translate it in Dutch as good as I can. Sometimes we feel as though we are going through the necessary emotions, a deep insight are wasting away. Soms voelen we dat we door emoties moeten gaan en heel erg diep en dat we misschien onszelf wegcijferen. Je hebt met heel veel dingen een gevoel te maken. Het lijkt net alsof je in een konijnengat gevallen bent. Niks is echt verkeerd, maar zo voel je. It feels like if you've fallen down a rabbit hole, but nothing is really wrong, but you're not very comfortable in your skin. When you have one of those days, the energy is very low. Als je een van deze dagen hebt, dan is het energie heel erg laag. Hou de kaart vast. In dit geval, probeer een plaatje te vinden van de Ankh en hou deze vast. Dit geeft je kracht. En herhaal deze woorden 3 keer. Sterkte, gezondheid en leven. De nummer 3 resoneert met energie en optimistisch zijn en vreugde. Manifesteer dit wat je wilt hebben. If you have one of those days that you don't feel nice in your skin, then say these words 3 times. Strength, health and life. The number 3 resonates with energies of optimism and joy. And manifest your desires and be clear about it. Yeah. Do you agree with that, Wendy? Jazeker, yes. Is number 3 really important? Yeah. Sowieso de number 3 is sowieso van what you give, you get it back. Right. So, well, it's like when I see the Wheel of Fortune and when I see the world, those are my chakra cards. I've made them my chakra cards. What goes round comes round. Yes. Wat de wereld, net zoals de Wiel van Fortuin, yes. En de wereld, wat rondgaat, komt rond. Dat zijn mijn chakra kaarten. Yes. So, de nummer 3 is belangrijk, want je krijgt het in 3-voud terug. Yes. Number 3 is important. Because, like I always say, you will get it back 3-fold. So above, so below. So in the witchery, we call it the rule of 3. From what we give, we grow, give it back, and we send it out on our mind and all what we say and what we thought, it goes via the vibration in the universe. Yeah. Okay, so when you send something out, a manifestation in the witch's life, you send it back or you send it out 3-fold through the vibrations of earth, heaven, and soul. Yeah, and comes back to you. And of now positive or negative is doesn't mean it is also all your. Gedachten of all your thoughts, it's vibrations. Vibrations. Yeah. All right, that's because I'm a Reiki master and I have done transcendental meditation. That is what we call manifestation. You've got visualizing manifestation, you've got manifestation through the head. And actually doing it, making a visionary board is like manifestation as well, but you have to repeat it. Thank you. Yeah. The crystal, can you tell me about carnelian, the crystal carnelian? Do you use that as a witch? The crystal, yes. The crystal is a very important thing
It gives vibration to me, maar ook to another. In my consults, I have it altijd also on the table. And as the crystal ball, I have a little one. Do you use many different stones? For my consults, for my work, work one, and in my private, I have many more. I have many more. When I watch on YouTube, I see also people that who say they are witches. Yeah. Some are really nice, and some are question marks. They use a lot of stones like carnelian, garnet, crystals, citron, sapphire, citron diamond. I've got a few stones. You might have seen them lying there. Yeah. I've also got an angel in my readings, like I've got jade here. Yeah, jade. And I've got crystal here. I've got selenite here. And then I've got a sort of garnet. I don't know. I don't know all the names, but I love crystal. I've just got this one. This is a new one. My sister brought it back from the Himalayas. And then I've got the topaz color. Yeah, it's onyx. No, this isn't onyx. This is topic with hemolite. Oh, hemolite, yes. This is more gray. I haven't got the crystal gemstone carnelian, but it is an orange color. Okay, yeah. It gives you energy, and it also offers you strength when you need an extra push. Yes. Okay. Yeah. Well, that's lovely. Yeah. So I have self this one, the onyx and the pearl. This is then I the name. And this is onyx, and this is I don't know the name, but I have. Onyx is a black stone. That's a good stone. This one I have. Is that tiger's eye? Oh no, that is. Okay. That's agate. Agate, yes, agate. Right. Purple agate. This book also includes all different stones for every card, and so they stones do have healing powers, like the tiger's eye. That's also the mind, and for the eyes. Like amethyst is for peace, rose quartz, I've got that as well. That's also to calm you down. I love stones. I can sit here and talk until the cows come home. But shall we go on to the thing, a theme? That's the sword or dagger. Yeah. Can you tell us anything about the dagger? Why is it called a thing? I call it in Dutch. Het is een beschermende, het beschermende van jezelf, maar ook weer het tegenstander van je afweren. Het is to protect yourself and to also protect yourself against evil. Is it made of silver? Does it have to be made of silver? In the witchery, yes. Yeah, for the protection, is it for the witchery, is silver a very important thing. And you can also have copper, copper. Copper. Maar een animate is vaak van zilver made. Het is de bescherming. There is the purity of the metal. Yeah, for the metal, that is for in the witchery, is it a very important thing. Yeah. We have very different verschillende metals voor rituelen, voor de dingen te doen. Maar voor een zwaard wordt vaak aangeduid voor met zilver.
En dat is het beschermen van je afweren, maar ook staande te houden in het leven. Staan voor de dingen in Stand het leven. In your strength, okay. Ja. En And ook voor de dingen basically to direct the energy directly in the ceremonies, I suppose. Okay, basically, zegt Wendy dat zilver is een, ze gebruikt, het is belangrijk dat de dolk, dat theme, wordt het genoemd in Engels, wordt gebruikt vanwege zijn pure elementen. Het is weerhoudend en een bescherming van jezelf. En hier kan je ook direct de energie toesturen, omdat het ook een tweekantig mes is. Ja, klopt. Het bericht van deze kaart is, is dat het snijdt aan allebei de kanten. Zo dan kan je ook bijvoorbeeld zeggen, wees voorzichtig wat je doet en wat je zegt, omdat het ook weer drievoud terugkomt. Als ik het goed begrijp. Ja. So be careful what you say and what you do, because it comes back threefold, because it's a double-edged knife. This card could also mean that you might choose to be just one-sided or to see things one-sided, to be more open, to open your heart to see both sides of the story. Okay. You must open your mind also to all possibilities and look into both sides of the situation to get information that you are seeking. That is where you will ultimately find the truth. Zodat je moet om je heen kijken en niet alleen maar focussen met oogkleppen oplopen. Zodat je de informatie kan krijgen om tot de waarheid komen. The crystal for this card, for the Athem, is the crystal gemstone rutilate quartz. Rutilate quartz. Rutilated quartz is a combination of two minerals, clear quartz and blade-like inclusions of rutile. The union of the energies helps to see the bigger picture, as this gemstone boosts our skills of perception, communication and judgment. Work with this stone to see the situation from an other angle. Zo, deze steen, die, dat is, ik kan het niet anders zeggen, maar het is een rutilated quartz. En deze, je valt weg, sorry. Deze steen, die is een uniform, bij elkaar komende ja. Energie van... van het element aarde en het metaal. Dat is het beste hoe ik het kan omschrijven. Het is ook, het geeft je extra kracht om meer bewust te zijn in communicatie, ook in beoordelen en ook om meer te voelen is spiritueel. Ja. En de incantation. Dat is, ik zal het in het Engels doen, front and back, up and down, side to side, and all around, open my eyes to all that is there, and allow my judgments to be entirely fair. Ja, het is een ritueel eigenlijk, het is een opening, je opent als het ware de cirkel, en het gaat met de klok mee van het noorden zo naar het... Ja, het oosten, zuiden en zo het westen. En dan ga je met de klok mee. Maar op een gegeven moment, als je een ritueel hebt gedaan, ga je dus ook weer terug, ga je sluiten. Oké, okay. When you're saying this is like an incantation to a ceremony or a ritual, you go with the clock, but you also have to go back and close it. Ja. This is what I do. I call upon the angelic circle, that is Uriel, Raphael, Gabriel and Michael. Yeah. And those are the four angels. Yeah. So this is
It's slightly different in the witch world, but it's beautiful how they come together, and it's like faith. Yeah. We all believe in one thing, and that's God, Zen, Buddha, Allah, and you know, and that is what witches and spiritual people that work with the angels, readers or empaths should respect from each other, and I do, and that's why I like working with Wendy, because I know she's got a pure heart and she's a white witch. Mm. Now, coming back to the white witch and the black witch, I've lived in England and we've got a black witch in England, and that's voodoo and negative energy. I stay away from that. I try to put myself in the white light to protect myself with all my angels. Yeah. And we've got the white witch, and they are the healing wizards and witches. They work with herbs in a positive sense. They also use their energy and their rituals that I know of in their work and incantations, and they are also known as pagans. Nou zal ik het even vertalen. Ik heb 28 jaar in Engeland gewoond en daar zijn nog heksen. En dit is zo mooi dat ik werk met de engelen en ik heb ook de cirkel, de engelencirkel, de vier grote engelen, Uriel, Raphaël, Gabriel en Michiel. En dat is de grote engelencirkel. En hier zegt Wendy ook, dat heeft ze net in het Nederlands uitgelegd. Dit is een opening ritueel wat je doet. En dan moet je met de klok meegaan en ook weer terug. Ja. En dan kan je die incantation zeggen of affirmatie. En ik doe dit ook. Mijn engelen vragen voordat ik live ga. Ja. Om mij te beschermen, want in Engeland heb je de zwarte engelen, zwarte heksen en de witte heksen. De zwarte engelen is voodoo en het negatieve. Ik koppel het samen als het ware. En kijk, als ik rituelen doe, het is dan dat ik dan de windstreken, zeg maar, de goden aanroep als het ware. She calls in the wind regions and the gods. En I thought van, nou, Mother Nature, help me with my ritual. En nou, zo gaan we dan verder. And you work with the moon and the sun. Yeah. And do you work with any other planets? Mother Earth and the whole universum. Yeah. And do you say Mother Earth, Father Moon? No, it is Mother Earth, it is Father Sun, and it is the Mother Moon. It is Luna, the Moon, and it is the Sun, is the man, and the... So the Sun is masculine, and the Moon is feminine. Yeah. Right. For us card readers, we take the Moon as Pisces. Okay. The psychic or psychic ability, emotional abilities, sensitivity, and to caring, loving, passion, sensuality, sexuality. That's all the feminine side of us. Yeah. So they say, "From the moon is my mother, of the mother, the moon, the woman, and the man is the sun." And the mother nature and the mother our gods. You can't live without sun and moon together. Yeah. It's the same as femininity and masculinity. Yeah. I say van het is black and white, the dark and the light. Van we have day and we have night and we couple it together, and that is I work with both. So you've got one. Nah, it's really like this stone as well. The two elements. That's nice. Okay, yeah. Sorry, I always think a little bit further. Yeah. Ik ga even pauzeren. Even kijken hoor, of ik dat kan doen. I have to pause for a minute. Um,
No, I can't pause. I thought you could pause. I'll stop the opname. I would just like to say thank you very much, Wendy. Dank je wel, Wendy. Dat wil ik je nog even zeggen voor de samenwerking. En ik hoop dat we het weer volgende week gaan doen. So, als je dit leuk hebt gevonden, kijk dan volgende week weer naar onze samenwerking. If you would enjoy this, then please leave a reaction below the video. And if you've got any questions for us, then please send it to me at charliesangeltarot @gmail.com, and we'll get back to you. Either me or Wendy will, and answer your questions. And thank you, and I hope to see you in the next session. Ciao, ciao. Love you.